zit op de 100 koolstocht ergens in Zuid-Frankrijk, Zuidwest-Frankrijk. Dat heet hier Plaisance. Nou, dat is het zeker niet. Want we zijn al, de hele dag worden we al gewaarschuwd voor het noodweer dat vanavond zou uitbreken. Nou, het is nu uitgebroken. Ik lig in mijn tentje. En het dondert en het bliksemt. En het regent. En mijn tentje lekt aan twee kanten. Heel misschien kan ik het laten zien. Hier ook. Het valt nu bijna een druppel naar beneden. Het gaat zo meteen vallen. Daar gaat hij. Nou ja, hier ligt al een plasje. Ik moet het steeds opvegen. Met een doekie. Mijn handdoek. Aan de andere kant is het ook iets minder erg. Maar hier is het ook. En dat veeg ik dan ook met een doekje. Ik kan precies met mijn matrasje lig ik tussen die twee plekken in. Ga ik proberen tenminste. En nou ja, goed. Ja, dus Zuidwest-Frankrijk. De 100 koolstof 2011. En nou, ik hoop dat, dat ik een beetje kan slapen. Wordt misschien ook nog veel erger. De campingbaas zei van ja, jullie moeten vannacht misschien komen schuilen bij ons in de grote tent. Dus wie weet als het nog heel erg wordt. Oké, nou dit was het. Doei. À l'instant où tu t'endors, n'oublie jamais que moi, je n'aime que toi. Buenas noches, mio amor. Avec toi, mon cœur bavarde à la vie.